Bij de Van Schaik-Matonsingel in Nijmegen is sinds 2 dagen enorme wateroverlast. Voor automobilisten en voetgangers is dit erg vervelend. Auto's moeten zelfs rondom de plas water rijden om verder te kunnen. De overlast wordt veroorzaakt door het feit dat mensen vaak rotzooi in de beekjes aan de Van Schaik-Matonsingel gooien. De waterbron is leeg aan het raken. Hierdoor wordt de stroming minder en de overlast neemt af.